We zijn hier op de beurs voor recycling, afvalverwerking. Maar wat hier ook vertegenwoordigd is, advocaten. Waarom? Ieder bedrijf werkt natuurlijk vanuit zijn eigen visie om van afval grondstoffen te maken. Het afval van gisteren is de grondstof van morgen. Eigenlijk bestaat afval niet in de visie van de ondernemer. Helaas is de juridische realiteit anders. Er geldt in Europa, er geldt in Nederland strenge regelgeving waar het gaat om afvalstoffen. En dus is het noodzakelijk dat afvalondernemers worden voorzien van goed juridisch advies om hen om de valkuilen heen te kunnen loodsen. Er zijn er duizenden advocaten volgens mij, maar waarom specifiek jullie dan in deze? Wat wij binnen Van Eerste Luchtman Advocaten hebben gedaan is een brancheteam afval en recycling oprichten. In feite hebben wij in portefeuille alle mogelijke disciplines waar een afvalondernemer mee te maken kan krijgen. Dan zie je op de beurs heel veel innovaties. Wat zie jij daarvan? Nou, wat je ziet, een ontwikkeling die de laatste jaren steeds meer in beeld komt, is de vraag van wanneer kunnen we nu zeggen het is geen afval meer, maar het is een grondstof geworden. En daar zitten heel wat lastige juridische haken en ogen aan. En het is dan ook onze taak om de ondernemer daar goed in te adviseren. Dus eigenlijk wat je zou kunnen zeggen, we hebben hier te maken met een groene advocaat.